Vertrekkende minister Marie Levens heeft vandaag de waarneming van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur overgedragen aan minister Krishna Kumari Mathura. Voorlopig is vastgesteld dat minister Mathura voor de komende 3 weken zal waarnemen in deze functie. Levens haalde tijdens de overdracht aan in het verleden een prettige samenwerking te hebben gehad met de ad interim minister. Vooral in de periode waarbij er assistentie verleend moest worden aan de scholen die destijds onder water waren gelopen. De bewindsvrouw gaf ook aan dat zij alle vertrouwen erin heeft dat minister Mathura haar taak goed zal vervullen tot er een keuze is gemaakt voor een opvolger voor Levens. Eerder in een gesprek met president Santokki is aangegeven dat de NPS-ministers tot en met 17 maart in functie zullen blijven.